Hij is hoogleraar muziekcognitie aan de Universiteit van Amsterdam en hij gaat ons uitleggen dat taal en muziek niet alleen nauw met elkaar verbonden zijn, maar dat muzikaliteit zelfs aan de basis ligt van taal en muziek. Gaarne uw applaus voor Henk-Jan Honing. Dankjewel. Goedemorgen. Ik ben gevraagd om een lezing te geven, dus ik ga voorlezen. Wat heel erg ongemakkelijk voor mij is. Dus ik wil beginnen met een geluidsvoorbeeld. Kent u het? Orka's, heel goed. Net als mensen vind je ze over de hele wereld. En biologisch gezien behoren ze tot één soort, orka's. En zoals mensen duizenden talen en dialecten hanteren, waarbij we ons in veel gevallen niet verstaan, heeft elke orka-klang, of clan, zijn eigen liedjesrepertoire. En het is onwaarschijnlijk dat een orka uit Alaska iets verstaat van het lied van een soortgenoot in de wateren rond Vuurland. Het is het resultaat van culturele diversificatie. Naast genetische diversificatie als gevolg van biologische aanpassingen aan de omgeving, speelt ook cultuur van de school een belangrijke rol in het ontstaan van het specifieke liedjesrepertoire van orka's. Maar hetzelfde geldt, zo weten we sinds kort, ook voor potvissen en andere walvissoorten. Deuntjesdialect noemde Thijs Goldschmidt het in het NRC Handelsblad. Naar mijn idee de juiste woordkeuze, omdat het het muzikale aspect van het orka-lied benadrukt. Maar dat vonden sommige lezers van het NRC Handelsblad niet. Dat was een levendige brievenuitwisseling. Oh. Sorry. Neemt u mij niet kwalijk. Er was een, ik werd er helemaal nerveus van, een levendige briefuitwisseling. Waarbij één briefschrijver schreef: waarom noemen we die vocalisaties van orka's niet gewoon een taal? Nou, het antwoord op die vraag is natuurlijk afhankelijk van wat je als taal definieert. Het lijkt voor de hand te liggen om het gefluit, geknetter en geklik van die orka's taal te noemen, maar taalkundigen en biologen zijn het daar niet altijd over eens. Als je taal definieert als de overdracht van informatie via vocale signalen, dan zou je het orka-lied heel goed daaronder kunnen scharen. Maar het is gebruikelijker om taal te definiëren als iets waarbij er geen expliciete relatie is tussen de klank en de betekenis daarvan. Ofwel, de klankbouwstenen kunnen in een andere combinatie andere betekenissen opleveren. En bovendien vinden taalkundigen dat orka's zich niet aan een grammatica houden zoals dat voor de menselijke taal geldt. Daar is veel over te zeggen, recursie ga ik even niet doen. Maar het zijn allemaal goede redenen om het orka-lied geen taal te noemen. Voor vogels gaat min of meer hetzelfde op. Hoewel sommige vogels een lied hebben wat maar uit één element bestaat, dat wordt dan ook vaak roep genoemd in plaats van een lied, laten andere vogels, denk aan een nachtegaal, juist een enorme variatie horen. Toch is het lied van veel zangvogels, zoals zebravinken, u zag hem per ongeluk al voorbij komen, die hebben eigenlijk in al die variatie een tamelijk onveranderlijk lied. Dat vaste lied, dat is wel anders voor elke zebravink of een troep zebravinken. Maar ze hanteren niet allemaal dezelfde elementen en binnen die elementen niet allemaal dezelfde volgorde. Het lijkt er dus eerder op dat ze dialecten hebben. Bepaalde elementen en de volgorde waarin ze worden gezongen zijn cultureel of groepsbepaald.
Maar omdat we om dezelfde reden als we die orka's dus geen taal kunnen noemen, is het ook hier misschien Duntjesdialect een betere term. Dit is trouwens een videoopname van onderzoek wat ik samen doe met de Universiteit van Leiden, waar we kijken naar de muzikaliteit van zebravinken. En hij wordt steeds beloond als hij het goed heeft. Dan gaat het luikje open en dan mag hij even eten. Vindt hij fijn. Als hij het fout doet, dan gaat het licht uit. Vindt hij niet fijn. Heel eventjes. Kan ik meer over vertellen? Mag ik niet doen, ik heb geen tijd voor. Daarnaast moeten we beseffen dat het lied van Zangvogels vooral tot doel heeft indruk te maken op potentiële partners. Het speelt een rol in seksuele selectie in de evolutie. En om te laten horen waar je vandaan komt. Zoals we dat ook met van dialecten kennen. Hè? We weten meteen, het ging wel net mis hier, of je uit Haarlem komt of uit Hilversum. Ook leidt de variatie binnen de elementen, bij zebravinken dan, niet tot een andere betekenis of andere functie van het liedje. Wat wel het geval is in de menselijke taal, waar we de elementen in een andere volgorde plaatsen en dan kan het soms iets anders betekenen en soms precies het tegenovergestelde. Denk aan man bijt hond versus hond bijt man. Ik hoef het u niet uit te leggen. Tot vandaag de dag is er geen sluitend bewijs gevonden dat dieren de betekenis van hun vocalisaties kunnen veranderen door die volgorde van de elementen aan te passen. In ieder geval niet op zo'n complexe manier als dat bij mensen gebeurt. Dus ook het zebravinkenlied is wat dat betreft geen taal, maar zou eerder aangeduid moeten worden als muziek. Goed, taal is natuurlijk meer dan woordvolgorde en betekenis, meer dan syntaxis en semantiek. Taal heeft ook een toon. Ofwel ze vertoont akoestische aspecten, zoals intonatie, klemtoon, die dezelfde zin vragend, stellig of ironisch kunnen maken. Taalkundigen en fonetici duiden deze akoestische aspecten van spraak aan als prosodie, om de talige functie te benadrukken. Er zijn echter even goede, zo niet betere reden om te bedenken dat deze ontvankelijkheid voor intonatiepatronen, dan wel melodie, klemtoon, dan wel dynamiek, en ritme, muzikale prosodie, of ik zal de term muzikaliteit daarvoor gebruiken, te noemen. Het zijn niet voor niks de bouwstenen van muziek. In de ontwikkeling van een mens is deze muzikaliteit, dus deze gevoeligheid voor die bouwstenen van muziek, al actief zo'n 3 maanden voor de geboorte. In de baarmoeder kunnen baby's niet alleen de stem van hun moeder herkennen en onderscheiden van andere stemmen, ze kunnen ook melodieën onthouden en na de geboorte onderscheiden van melodieën die ze nog niet eerder gehoord hebben. Dit ziet er eng uit, maar het is niet zo eng. Dit is ook een van onze proefpersonen. Slaapt, heeft net heerlijk gegeten, de moeder is erbij. Maar we willen graag weten wat er in die hersenen gebeurt. Dus we doen een paar plakketjes op het hoofd en meten het elektrisch potentiaal. En een koptelefoon waardoor ze naar muziek luisteren. Dus dat is een van onze proefpersonen om te zien hoe vroeg is muzikaliteit al actief. Baby's kunnen dus hun moederstem herkennen van andere stemmen. Dus kunnen melodietjes al onthouden in de baarmoeder. En ze doen dat niet op basis van de volgorde van de geluiden. Dus zeg maar de syntaxis of de betekenis van die geluiden, semantiek. Maar op basis van de waargenomen intonatiecontour, ritmische patronen en het dynamische verloop van geluid. Pas veel later in hun ontwikkeling, als baby's zo'n 6 maanden oud zijn, dan gaat deze muzikaliteit of muzikale prosodie een rol spelen in wat je het begin van taal zou kunnen noemen. Zoals het herkennen van woordgrenzen. Er zijn ook nog andere voorbeelden. Kleine toonbuigingen of specifieke ritmes helpen de baby's om de moedertaal te leren. Ze zetten dus muzikaliteit in om een taal te leren. Hun taalontwikkeling maakt dus dankbaar gebruik van de op dat moment al 9 maanden actieve sensorische systeem voor melodie, ritme en dynamiek. Muzikaliteit wordt dus pas relatief laat in de ontwikkeling van een kind ingezet in het leren van taal en allerlei taalspecifieke categorieën zoals fonemen, lettergrepen, woorden enzovoort. Volgens mij, en ik probeer het zo meteen verder te onderbouwen, wijst dit op het bestaan van een pre-verbaal en pre-letterstadium dat voorafgaat aan muziek en taal. Ik noem het ongeletterde muzikale luisteren.
Ik kan dit illustreren aan een voorbeeld waar ik erg aan gehecht ben. En ik laat het u gewoon even los van de tekst, gewoon horen. Twee korte geluiden, u ziet ze hier als een spectrogram uitgebeeld, van twee huilende baby's. Dit is de eerste baby. En dit is de tweede. Ik kan ook een AB-test. Doe een extra vraag doen. Wie hoort er een verschil? Moet u die lichtjes... Ja. De meerderheid hoop ik, hè? Ja. Welke baby was nou vreemd? Was dat B? Welke baby verraste u? Die was raar. Wie denkt B? Zo, bijna een meerderheid. Het is een fascinerend voorbeeld uit een groot onderzoek waar veel over te vertellen is. Maar wat het mij fascineerde was dat die baby A is eigenlijk wat je verwacht. Hoe je huilt. En die baby B, die gaat tegen het fysiologische systeem in. Zo'n baby zet druk op zijn keel, de druk valt weg, de toonhoogte gaat naar beneden. Die tweede baby, die zingt. Of die zingt. Huilt. Nee, laat ik niet overdrijven. Die huilt omhoog. Die eerste baby, dat is een Duitse baby. En die tweede is een Franse baby. Nou, deze onderzoekers, het is een Duitse en een Franse groep, ik citeer ze hier rechts onderaan, lieten zien dat over grote groepen baby's, Duitse baby's over het algemeen huilen met een dalende toonhoogte en Franse baby's juist met een stijgende toonhoogte om pas op het eind een beetje te dalen. Het was een verrassende observatie. Ik ben daar nog steeds eigenlijk nog... Ja, daarom presenteer ik het nu ook weer. Ik vind het fascinerend. Met name omdat we daarvoor altijd dachten dat die huilende toon een consequentie was van de fysiologie. Omdat die druk wegvalt. Maar kennelijk kunnen baby's van slechts enkele dagen oud zowel de dynamiek als het toonhoogteverloop van hun huilen beïnvloeden en de natuurwetten naar hun hand zetten. En de vraag is, waarom doen ze dit? Nou, de onderzoekers interpreteerden het als de eerste tekenen van taal. Eerste stappen in taalontwikkeling. In het gesproken Frans stijgt de intonatie doorgaans. En in het Duits daalt die juist. En op basis van het feit dat het menselijk gehoor al in het laatste trimester van de zwangerschap functioneert, concludeerden de onderzoekers dat deze baby's in de laatste 3 maanden de intonatiepatronen van de gesproken taal in hun omgeving, hun Franse en Duitse ouders, imiteerden in hun huilen. Bewijst dit inderdaad, zoals de onderzoekers benadrukten in hun artikel, dat taalgevoel al zeer vroeg actief is? Deze baby's zijn 2, 3 dagen oud. Hoewel de feiten helder en overtuigend lijken, is deze interpretatie typisch een voorbeeld van wat je een taalbias, een taalbril zou kunnen noemen. Een begrijpelijk enthousiasme, daar niet van, van taalkundigen, om een veelheid aan verschijnselen te interpreteren als talig. In dit geval lijkt me het een inschattingsfout. Naar mijn idee geven deze pasgeboren baby's vooral blijk van vaardigheden die een oorsprong niet in taal hebben, maar juist in de waarneming van muziek, oftewel in hun muzikaliteit. Nou, onder muzikaliteit versta ik, is belangrijk om even precies te maken, de menselijke capaciteit om muziek waar te nemen en te waarderen. Ik heb het dus niet zozeer over de kunst van het musiceren. Dat is een ander verhaal. Muzikaliteit wordt ook wel gedefinieerd als een natuurlijke of spontaan ontwikkelende aanleg die voor een groot deel gevormd wordt door ons biologische en cognitieve systeem. En die aanleg die bestaat uit een samenstel van eigenschappen en vaardigheden waarvan we sommige delen met andere dieren en waarvan andere uniek zijn voor mensen. Althans, dat is het huidige vermoeden. Nou, door dit complex van eigenschappen, de bouwstenen van muzikaliteit, kunnen we melodische en ritmische patronen waarnemen, onthouden en waarderen. Je kan daarbij denken aan de ene kant relatief gehoor, het herkennen van een melodie ongeacht hoe hoog of hoe laag een melodie gezongen wordt. Je herkent meteen welk liedje het is. En aan de andere kant maatgevoel, het horen van regelmaat in een variërend ritme, noodzakelijk om samen muziek te kunnen maken. En het opmerkelijke is dat deze muzikale basisvaardigheden zich spontaan ontwikkelen bij baby's en jonge kinderen.
En het zou heel goed kunnen dat maatgevoel en relatief gehoor fundamentele bijdrage leveren aan wat ons muzikale dieren maakt. Daarnaast kun je afvragen of muzikaliteit ook een evolutionaire oorsprong heeft. Jan Kuitenbrouwer noemde in het begin al Stephen Myven, die daar fascinerende dingen over heeft geschreven. Er is legio onderzoek die heeft aangetoond dat de menselijke biologie en muziek nauw met elkaar gerelateerd zijn. Maar de meningen over de evolutionaire oorsprong van muziek en muzikaliteit is nogal verdeeld. Er zijn, om het simpel te maken, twee richtingen te onderscheiden. De ene groep benadrukt dat muziek vooral een cultureel verschijnsel is. Muziek en muzikale kennis moet je leren. En het kost flink wat moeite om muziek maken te beheersen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld spraak. Daarnaast voert deze groep aan dat het verschijnsel muziek van zo recente datum is dat het onmogelijk enig invloed kan hebben gehad op het bouwplan van onze cognitie en biologie en de evolutie daarvan. De andere groep onderzoekers die zegt precies het tegenovergestelde. Muziek zou juist een lange en in onze biologie verankerde geschiedenis hebben. En zij verwijzen naar bijvoorbeeld naar archeologische vondsten van muziekinstrumenten. Zoals een 45.000 jaar oude benen fluit. Een instrument met toongaten op specifieke afstanden om melodieën te kunnen spelen. En het wordt gezien als een resultaat van een lange voorgeschiedenis van muzikale activiteit. Muziek zou wel eens een van onze oudste menselijke cognitieve functies kunnen zijn. Zo betoogt deze groep onderzoekers. Het probleem, en u heeft het is vast niet ontgaan met deze twee tegengestelde opvattingen, is dat ze alle twee even speculatief zijn. Aangezien er bewijs ervoor ontbreekt. Muzikale activiteiten laten immers geen directe sporen na. Zowel het muzikale brein als de klank van muziek fossiliseren niet, helaas niet. En we moeten het daarom doen met de weinige indirecte sporen van het prehistorische van prehistorische muzikale activiteit, zoals die ene fluit die de tand destijds heeft doorstaan. Maar zelfs dan, een periode van 45.000 jaar stelt in de evolutie niet zoveel voor. En diezelfde benenfluit zou je dus even goed kunnen gebruiken als een onderbouwing voor het idee dat het een vrij recent cultureel artefact is, dat niet zoveel met onze biologie van doen heeft. Kortom, over het muzikale brein van onze voorouders en de muziek die ze mogelijk maken, is feitelijk niks te zeggen. Het gevolg is dat de meeste evolutionaire theorieën over het ontstaan van muziek, hoe interessant ook, gedoemd zijn speculatief te blijven. Verhalen die niet of nauwelijks met empirische feiten te onderbouwen dan wel te falsificeren zijn. Wetenschappelijk gezien dus is het een doodlopende weg. Maar we geven niet op. In ons Amsterdamse onderzoek zijn we namelijk proberen een alternatieve route te vinden om toch die antwoorden op die vragen te krijgen. En de strategie in die route is om te kijken naar muzikaliteit in het hier en nu. Dus proberen je conclusies over muzikaliteit te baseren op observaties bij dieren die nu leven en dan iets over de geschiedenis te zeggen door daarover te redeneren. En onze benaderingswijze laat zich mooi samenvatten of uitleggen aan de hand van een vraag die heel vaak in dat debat van cultuur of nature versus nurture gesteld wordt in deze context. En dat is de vraag, maakt een vogel die zingt nu muziek? Ik weet niet wat u voor antwoord zou geven, maar het lijkt een eenvoudige vraag. Maar om te beantwoorden moet je een definitie van muziek voor handen hebben. De encyclopedieën geven dan daar handreikingen voor. Bijvoorbeeld, muziek is een menselijke kunstvorm gebaseerd op toonhoogte, ritme en dynamiek. Tot elk geluid dat door mensen geproduceerd wordt op creatieve en speelse wijze. Maar ook een streng maar helder de definitie zoals muziek is geordend geluid. Nou, met deze laatste definitie kan zo goed als elk geluid en soms zelfs stilte muziek zijn. Dus ook zang van een vogel. Dus het antwoord is in dit geval een eenvoudig ja. Nou, voor het onderzoek naar muzikaliteit maakt een vogel die zingt muziek precies de verkeerde vraag. Die vraag is namelijk niet of het lied van een vogel al dan niet muziek is in onze oren, want dat is het al snel, zelfs een voorbij denderende trein kan je als muziek naar luisteren. Maar de vraag is of het voor die vogel zelf als muziek in de oren klinkt.
Hetzelfde geldt voor het deuntjesdialect van de orka's, voor de literatuur van zebravinken. Wat maakt iets tot muziek voor dieren? En dan sluit ik geen enkele diersoort uit, ook niet die waartoe ik zelf behoor. Om deze vraag te beantwoorden gaat het in ons onderzoek daarom niet om wat een bepaalde melodie of harmonie of ritme tot muziek maakt, maar eerder wat je moet weten, kunnen of voelen om iets als muziek te kunnen waarnemen en te waarderen. Door deze vraagstelling verschuift de aandacht, en dat is een belangrijk aspect, van muziek naar muzikaliteit. Dat wij mensen muzikaal zijn, lijkt me inmiddels duidelijk. Maar in hoeverre we deze muzikaliteit delen met andere dieren en in hoeverre die biologische basis heeft, is voor ons nog onduidelijk. Maar ik hoop dat mijn huilende baby's, klikkende orka's en kletterende zebravinken u ervan hebben kunnen overtuigen dat muzikaliteit aan muziek en taal voorafgaat. Ik dank u voor uw aandacht.